Dus een importverbod van producten die komen uit die Israëlische nederzettingen, premier, dat kunnen we Europees doen, maar dat kan ook België alleen doen. Dus de beslissing van Trump legitimeert een illegale Israëlische bezettingspolitiek en is dus een daad van pure agressie. Maar Europa kan zich wel niet langer verstoppen. Een van de redenen waarom Trump zich permitteert wat hij zich permitteert, is de complete afwezigheid van de Europese Unie in dit conflict. Van het halfslachtige Europa heeft Trump niets te vrezen. Al 20 jaar lang beperkt de Europese Unie zich in dit conflict tot verontwaardiging. Om dan al 20 jaar lang te moeten vaststellen dat Israël die verontwaardiging compleet straal negeert, naast zich neerlegt en gewoon verder gaat met de illegale bezettingspolitiek. Wij kunnen het ons niet permitteren om nog eens 20 jaar lang die impasse te laten voortduren, want de instabiliteit in het Midden-Oosten bedreigt ook de veiligheid bij ons in Europa. En een land als Zweden heeft effectief Palestina erkend. Unilateraal, maar een belangrijke symbolische stap, laten wij volgen. En als Europa beslist om sancties in te stellen tegen Rusland, omdat het op een illegale manier de Krim bezet, dan zie ik geen reden om geen sancties te nemen tegen een land dat effectief ook op een illegale manier Palestijns gebied bezet. Dus een importverbod van producten die komen uit die Israëlische nederzettingen, premier, dat kunnen we Europees doen, maar dat kan ook België alleen doen. Dus overweeg dat, de mensen, zet toch die stappen. Zeg niet alleen dat u veroordeelt, maar koppel daar eindelijk wat actie aan. Andere landen gaan u volgen. Zweden is u al vooraf gegaan, maar andere Europese landen gaan u zeker volgen. Maar we hebben wat leiding nodig, dus iets meer dan die mooie woorden van daarnet, alsjeblieft. Dank u, meneer De Vriend.